Oké, we zijn dus juist aangekomen in Pampanga. Dit is het huis van mijn onkel en mijn tante. Ze zijn net verhuisd van Saudi-Arabië terug naar de Filipijnen. In vergelijking met waar we al zijn geweest, is dit echt een super groot huis. Ook echt een mooi huis van buiten. Ze hebben hier 4 honden en 1 daarvan is net bevallen. En die blijft dus nog heel tijd bij haar puppetje, maar het is echt zo schattig, die puppygeluidjes. Het is hier echt super rustig. Rondom het huis zijn er heel veel rijstvelden en dergelijke. En ze hebben hier ook een avocadoboom, maar die avocado's zijn echt 2 of 3 keer groter dan degene die wij in België hebben. Dus dat is echt super zot. Ik ga daar zeker straks eentje van eten. Wij zijn dus naar hier gereden met de auto, met de auto van mijn onkel. En we zijn ondertussen op een paar plaatsen gestopt. Het was echt super cool, want in de eerste waar we zijn gestopt, dat was een kerk. En daar waren super veel vleermuizen. En vleermuizen zijn een van mijn favoriete dieren. Dus ja, dat was echt super zot om te zien, omdat normaal gezien, ja, bij ons vleermuizen die komen alleen maar 's nachts buiten en dan kun je die niet deftig zien. Maar dan waren er echt 100 of zo, echt, ik overdrijf niet. Zoveel vleermuizen en oh, dat was echt super nice om te zien. Dus het is al positief geweest tot nu toe. Ik ga zeker nog heel veel knuffelen met de honden hier. Ik ga nu eventjes noedels eten en dan gaan we het terug verkennen. Ik weet niet exact waar we naartoe gaan gaan, maar ja, ik ga jullie zeker meenemen.
zijn aangekomen in Mount Arayat National Park. En we gaan dus eerst de National Park bezoeken. En je moet daar doorgaan om dan zo een trail te volgen om de berg te beklimmen. Dus dat gaan we ook doen. We gaan ook een gids vragen, omdat je anders zo verloren kunt lopen. Dat was 1,5 uur rijden ongeveer van het huis. Dus ik hoop dat dat al waard was. Maar het is in ieder geval al goed weer, want het regent niet. En het is nog altijd heel warm. We zijn dus ondertussen op onze terugweg naar beneden. Wij zijn juist tot in de helft gegaan van de berg. Babe, don't forget to tell them you're with the 50 years old uncle. Yes, yes, I will tell them. We zijn dus nu terug naar beneden aan het gaan, omdat wij niet verder mogen gaan dan dat. Want wij wouden eigenlijk nog verder gaan. Wij is trouwens ik en mijn 50-jarige onkel. We hebben dus eigenlijk niet echt zo views kunnen zien, maar we hebben wel mooie wegen kunnen bewandelen en wat beestjes kunnen zien, geitjes. En er zijn hier ook zo wat mensen, boeren, die daar zo wat plantages hebben hier met groenten en zo. En normaal gezien kwamen wij zo tot ongeveer hier. En we zijn nog ietsje verder gegaan, omdat er normaal gezien daar wel een mooi uitzicht is. Maar nu zijn er te veel bomen die dat uitzicht eigenlijk blokkeren. Mijn mama en mijn andere twee onkels die zijn beneden gebleven, want ze hebben 100 trapjes gedaan en ze waren echt al kapot. Only the strong survive. Yes. Kijk hier, zo mooi hier. Ik ben wel echt super hard aan het zweten. Ik voel het zweet in mijn nek en op mijn hoofd. Ik moet even kijken waar ik aan het stappen ben. Ik zie juist een mooi uitzicht, dus dat ga ik jullie ook laten zien. Het is niet 100% wat ik had verwacht of wat ik wou eigenlijk. Maar ik ben toch blij dat ik een paar uurtjes in de natuur heb kunnen wandelen. En dit toch heb mogen meemaken. Dit kan ik dan ook weer op mijn lijstje schrijven van wat ik heb gedaan in mijn leven. Als er nog mooie dingen zijn, dan zal ik jullie die zeker laten zien. I'm Aurelia from Arayat National Park. I'm 60 years old. My birthday is March 11, 1960. But she doesn't look like she's 60. She looks like she's 40. It's because she's always exercising. Yeah. Every day. Every how day, many, five times. How many times a day do you do this trial? Maybe three times. But we are working every day. Working every day. Yeah. You look very good. You're beautiful. Thank you.
recording. Oh my god, now you have to tell us again. Yeah. Okay. Where is the brick? Brick? Yes. Where is Faye Wolves? Lawrence. Perfect, what's perfect? Say it again, Rox. Perfect. 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 And outstakend. 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 And what did. Oh yeah, grandma. Boomer. And uncle. Nuncle. Yes. And good morning. Forget it again. Goeiemorgen. Goeiemorgen. And slap well. And bread. I swallowed my tongue, babe. Boterham. 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 Yes, boterham. Boterham. We zijn ondertussen aangekomen en het is eigenlijk redelijk slechte timing omdat we veel regen hebben en het is wild op de zee. Ik zal jullie zo meteen ook wel de golven laten zien, maar we gaan toch proberen om nog wat aantal mooie dingen te zien. Er zijn hier ook watervallen normaal gezien en normaal kun je ook zo naar de eilandjes gaan, maar ja, we zullen zien wat dat we kunnen doen. Het water is hier ook echt super helder en veel bootjes, het is hier ook rustig, dus hopelijk kunnen we er nog het beste van maken en ik zal jullie gewoon meenemen. We zijn juist helemaal naar boven gegaan bij een waterval. En ik denk dat dat een van de spannendste dingen was van mijn leven. Want dat is echt super steil en glad doordat dat nat is. Maar we leven nog, dus dat is goed. Dat is echt super mooi. Dat is de eerste keer dat ik een waterval zie die dat niet door mensen gemaakt is. Ik hoop dat we nog zo'n dingen kunnen zien, want we hebben wel lang gereden hiervoor. Maar dit alleen al was echt mooi. Dad is here! King Kong! Banana! Banana chips!
Wij wouden dus naar een adventure ding gaan waar dat je zo tussen twee bergen zo met een zipline door ertussen kon gaan. En je kon er ook nog andere dingen doen, maar dat was dus gesloten. Echt fun. Dus we hebben hier een beetje rondgevraagd wat je hier nog kunt doen. En het enige wat hier nog is, zijn stranden, maar dat hebben we echt al genoeg gezien. En er zouden hier ook heel veel apen zitten in het bos. Dus we waren daar ook eventjes naar op zoek, maar ja, we hebben er dus nog geen gezien. Hier achter mij is er zoiets sea life-achtig, dus daar gaan we sowieso niet binnen, want we don't support that. En ja, nu zitten we dus hier gewoon bij, ja, nog terug in zee zeker. En wat eilanden hier, dus dan hebben we dat ook gezien. Maar we hebben dus opgezocht wat er hier nog dingen te doen waren en we vinden niet echt iets. Dus ik weet niet wat het volgende plan is. Maar we zitten nu wel al even rond te rijden. Dus ik weet niet of we nog ergens anders naartoe gaan gaan. Dus niet zoveel geluk vandaag. Hè. Eerst dat het weer te slecht is om naar de eilanden te gaan. En dan nu dit adventure ding dat dicht was. Goedemorgen, het is ondertussen zaterdag. We zijn terug aangekomen in Pasay City. We zijn gisteravond in Pampanga vertrokken en we zijn pas om 3:15 lag ik in mijn bed. Want het was gigantisch file. De files hier zijn echt nog 1000 keer erger dan die in België. Vandaag ga ik met mijn nicht en haar vriend een beetje naar verschillende plaatsen, naar kerken en zo. Ik weet niet goed wat ze juist in petto heeft, maar ze heeft een heel plan. En dan zal ik jullie gewoon meenemen naar waar dat we ook gaan. Park in the sky. En dat is in Tagay Thai. En dat is eigenlijk het hoogste punt in dit dorpje, dit stadje. Stop photographing me. Dus we gaan nu eerst helemaal naar boven stappen en dan gaan we een mooi uitzicht hebben. Momenteel is er wel veel mist, dus je ziet niet zo super veel. Ik ben met Karen en JM. En ja, dat is dus mijn nicht en haar vriend. En haar vriend is dus ook een fotograaf. Dus ik ben niet de enige annoying person die de hele tijd met zijn camera bezig is. Dus dat is ook al een pluspunt. En dan zie ik jullie daar. Thank you.
Ondertussen zijn we ook aangekomen in een adventure park. Ik heb ondertussen ook een zipline gedaan. Want gisteren wou je dat doen, maar dat adventure park was gisteren gesloten. Dus hier hebben we dat kunnen doen. Het is niet exact wat ik wou. Maar ik wou eigenlijk zo tussen twee bergen zo'n zipline. Maar dit was gewoon over een veldje. Dus ja, maar ik heb het toch nog altijd meegemaakt. Dus dat is ook al iets. We zijn ook in een reuzenrad geweest. En mijn nicht is bang van hoogtes. Dus dat was echt een hele overwinning voor haar. En voor de rest hebben ze hier ook nog paardrijden. Maar natuurlijk gaan we dat niet supporten. Hier zijn een paar paardjes. Hier. Maar dat gaan we dus niet supporten. Want ja, die werken heel de dag en ik ga niet heel de rant nu doen. Maar anders moet je maar eens opzoeken waarom dat het niet goed is. Dus we gaan nu een beetje aan het zien wat we hier nog kunnen doen. En ja, dan zie ik jullie daar.